Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik kreeg meermaals een verzoek voor een opgemaakt video. En ik dacht, nou dat is een goed idee, dat is zo lang geleden. En ja, dat is ook altijd een soort van, nou ja, favoriete. Klopt niet helemaal, want het zijn natuurlijk ook altijd dingen waarvan je denkt, nou die ga ik niet nog een keer doen. Ik heb ze wel opgemaakt, maar het is altijd toch een fijn soort even terugblikje op wat vond ik van een product. En ja, dat gaan we vandaag doen. Gouden ouwe. Ik heb niet mega veel, het zijn er 7. Maar dit is wat ik de afgelopen tijd heb opgemaakt en het leek me ontzettend leuk om het met jullie te gaan delen. Waar zal ik eens beginnen? Nou, laten we gewoon de oude gouden ouwe meteen even uit de weg helpen. Dat is deze, de Estée Lauder Perfectly Clean Toner. Ja, deze, als je me langer volgt, weet je, deze gebruik ik altijd. Ik heb inmiddels ook een paar andere tonics die ik graag gebruik. De Pixie Toner en ik gebruik er ook eentje van Paula's Choice. Maar daar ga ik nog 600 jaar bij doen, denk ik. Maar die vind ik ook ontzettend fijn. Ik weet even niet hoe die heet. Die BHA toner. Super fijn. Maar die gebruik ik niet elke dag. Deze gebruik ik sowieso altijd 's ochtends. En die andere gebruik ik dan vaker 's avonds. Afhankelijk van wat ik dan ja, daarna met mijn huid doe. Als ik bijvoorbeeld retinol erop doe, dan gebruik ik deze, want deze is wat milder. Als ik dat niet doe, dan gebruik ik of die BHA toner van Paula's Choice of die van Pixie. Dus ik mix en match een beetje, maar deze ja, zal nooit uit mijn stash gaan, denk ik. Dan conditioner, die ik samen met mijn dochter heb gedeeld, want Elin heeft ook best wel lang haar en nou ja, laten we zeggen dat ze niet altijd even netjes eet, dus dat altijd smeerkaas, appelstroop, hummus moet ik van haar zeggen. En van alles en nog wat in haar haar hangt. Dus als je dat wast, nou dat moet natuurlijk af en toe worden gewassen. Maar als je het alleen wast met zo'n anti-klits shampoo van Zwitserland of ze heeft nu een of andere shimmer en shine, vreselijk spul. Dat is gewoon niet genoeg. Dan krijg je gewoon niet normaal de klitter eruit, omdat het gewoon zo heftig is, zeg maar. Dus dan, en ik heb wel gekeken naar kinderconditioners, maar of ze roken echt extreem naar kauwgomballen, of ik dacht, ja, ik denk niet dat dit de power gaat geven die we nodig hebben. Dus wij gebruiken deze, dat was een vrij lang intro, voor de Gliscor Oil Nutritive. En deze vond ze vooral heel mooi omdat hij gouden glitters had. Nou, prima. Deze is met marula oil. Oh, dat is leuk, want die komt zo nog even terug. En oleic acid, geen idee. Doorkambaarheid en anti-splitwerking. Ik vind dit niet zo erg om dit bij haar te gebruiken. Want kijk, shampoo doe je natuurlijk door de hele haar heen. En dat spoel je uit en dat komt over het gezicht. Ja, dan wil je niet dat dat in haar ogen komt. En daarom gebruik je natuurlijk die kindershampoo. Maar dat doe je natuurlijk alleen maar in de lange eindjes. En dan spoel je het gewoon zeg maar achteruit uit. Dus ja, dat komt niet in haar ogen. Dus dan denk je, ja, dan kan dit prima. Dit is voor lang droog haar. Ik vind hem zelf ook fijn. Ik moet zeggen dat ik meestal een maskertje gebruik. Maar ik was mijn haar maar 2 keer in de week. We wassen Elin's haar in principe ook maar 2 keer in de week. Maar dat hangt natuurlijk wel vanaf wat ze allemaal heeft verzameld in de route. En zeker nu het weer meer zandbakken weer wordt, dan wordt het weer vaker. Want gisteren was het ook gewoon niet haar eigen wasdag. Zit iemand echt me aan te kijken? Het was niet echt haar eigen wasdag. Maar ja, het kon echt niet. Er zat zoveel zand in haar haar. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb echt heel erg mijn best gedaan. Maar zelfs vanmorgen zag ik nog zand uit haar komen. Dus, maar ja, dan gebruik ik dus dit wel. En dat vind ik dan wel heel fijn. En dan is het minder huilen met borsten. Dus ik vind op zich borsten niet erg. Maar na het douchen is dat natuurlijk altijd wel. Ik gebruik zo'n wet brush. Maar ja, het blijft toch altijd een beetje pijnlijk. Dus, dan verder naar de Marula Oil. Deze, de Ordinary 100% Cold Pressed Virgin Marula Oil. Ik vind dit een fantastische olie. En ik gebruik hem vaak met iets. En dat, oh, komt zo nog een bruggetje. Leuk. Leuk erin. Maar deze gebruik ik heel vaak met iets wat ook bijna op is. Maar ik dacht, ik doe hem er nog niet bij. Want hij is nog niet officieel op. Dus die komt de volgende keer. Maar dat zijn de Isle of Paradise Drops of Sun. En Drops of 10, Drops of Sun. Wil ik vanaf zijn de medium, de groene. En 1 keer in de week ongeveer doe ik dan deze een pipetje zeg maar op mijn hand leegknijpen. En dan doe ik er 1 of 2 druppels, afhankelijk van of ik mijn gezicht en décolleté doe of alleen mijn gezicht. Als ik alleen mijn gezicht doe, doe ik 1 druppeltje. Met décolleté bij 2 druppeltjes. Van die tan erbij. En dan gemengd dus met deze olie. En dat brengt dan over mijn hele gezicht en dus décolleté aan.
En dat is echt oh, heerlijk. En ik vind hem daar heel fijn mee werken. Maar ik gebruik hem ook als ik bijvoorbeeld een avond denk, oh, het is zo droog en trekkerig. Dan heerlijk. Dit is gewoon heel fijn spul. Ik heb nu ook de Rose Hip Seed Oil. Maar ik vind deze echt fijner. Ik vind die Rose Hip ook. Maar deze is echt gewoon wat voller. Wat, ja, wat rijker. En deze vind ik heel fijn. Je kan hem ook op je haar doen. Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Nou, ik kan het ook eens proberen. Maar ja, ik vind dit heel fijn spul. Ik vind sowieso The Ordinary gewoon heel fijn spul. In general. Ik had het over nog een bruggetje. Want ik zeg wel leuk dat ik die toner nog lang niet op heb. En dat is waar. Want ik heb namelijk de grootste pakken gekocht. Ik had eerst de kleine gekocht. Want ik dacht, ja, ik heb best wel een gevoelige huid. Toch eventjes kijken of het wel lekker werkt. Dus ik had eerst van Paula's Choice de 2% BHA Liquid Exfoliant. Met salicylzuur. Ik ga laten we niet in het Engels doen. Had ik eerst een kleintje van gekocht. Dit is zeker, als je het nog niet zeker weet, is 30 ml. Ik heb hier best wel lang mee gedaan. Ik gebruik het ook niet elke dag, moet ik zeggen. Maar ik vind echt, als ik dit heb gebruikt en ik word volgende dag wakker, denk ik echt. Nou, het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Dus ja, dit is echt wel heel fijn spul. Ik zou het misschien nu al wat vaker kunnen proberen. Ik heb probeer het een beetje rustig op te bouwen. Ik reageer niet op alles met salicylzuur even goed. Maar hier reageer ik super goed op. Ik heb hier echt geen onzuiverheid. Want ik ben hier aan begonnen toen ik een wat onrustige huid had een tijdje. En ik heb echt gevoel dat dit geholpen heeft. Ik heb nu helemaal geen... Moet ik loppen dit even af. Helemaal geen onrustige huid. Maar ik vind het heel ja, fijn spul. En ik doe dit dan dus 's avonds op. Volgens mij kan het ook wel 's ochtends. Maar dan moet je wel echt... oh ja, for daytime always use een sunscreen of follow with a sunscreen. Dus dan moet je echt wel zonnebrand gebruiken. Dat heb ik nu wel op, want het is nu heel lekker weer. Maar ik heb lang niet elke dag zonnebrand op, omdat ik gewoon grotendeels thuis werk. Dus ja, ik denk ook niet dat heel veel kwaad kan als je dan even een half uurtje buiten gaat lopen. Maar ja, deze gebruik ik dus eigenlijk vooral 's avonds. Dan mijn lievelingsdagcreme. Dat is de Clinique Moisture Surge 72 uur Auto Replenishing Hydrator. Nou, hier heb ik al zoveel verpakkingen van verslonden. Het is niet mega zuinig in gebruik. Of ik ga er misschien niet mega zuinig mee om. Want I love it. En ik smeer het dus elke ochtend op mijn hoofd. En op mijn décolleté. En ja, het is gewoon heel fijn. Super hydraterend. Ik heb gewoon best wel een droge huid. Je hebt volgens mij ook eentje met 24 uur of zo. Maar dit is dan 72 uur. Nou ja, goed. Ik weet niet. Maar ik vind deze vooral echt heel fijn. Het is een beetje een gelachtige consistentie. Smeert super makkelijk uit. Het trekt heel snel in. Dus je kan heel makkelijk daarna zonnebrand en make-up doen. Ja, en het geeft mij echt die hydratatie die ik nodig heb. Dan een mascara. De L'Oreal is het denk ik, toch? Ja, L'Oreal Lash Paradise. Deze. Die is uitgedroogd. Ik ben eigenlijk vooral van siliconenborstels, moet ik eerlijk bekennen. Dit is geen siliconenborsteltje, zoals je kunt zien. Als ik wil scherpstellen, en dank u. Maar ik vond hem toch best wel fijn. Met name omdat hij gewoon lekker snel aanbrengt. Hij heeft meteen gewoon een goede, met niet 6 lagen aan het bouwen. Daar vind ik hem heel fijn voor. Ik vind hem voor hem, ja, ik vind vaak dat je met siliconen minder klontjes krijgt. Maar ik vond het bij deze ook wel meevallen. Ik heb hem al een paar keer gekocht. Ben nu weer eventjes, ben ik er weer even klaar mee. Maar het is op zich een hele fijne mascara. Maar ik ga een beetje door fases heen. En nu heb ik eentje die wimpers heel lang maakt. Wat ik eigenlijk normaal niet... Ik heb lange wimpers. Ik vind meer het volle leuk. Maar ik weet niet. Ik vond de verpakking leuk. Ik dacht, ik ga ervoor. En dat vind ik ook alweer zo. Ja, ik weet niet of je het kan zien. Maar ja, niet heel bijzonder. Maar gewoon een hele fijne mascara. Dus daar ben ik nu. Dit heet, volgens mij is hij ook van L'Oreal. Qua mascara gebruik ik eigenlijk bijna altijd Maybelline of L'Oreal. Daar word ik gewoon heel blij van. Je hebt ook eentje van Chanel die ik heel mooi vind. Maar ja, dat is alleen op een dag dat er 40% korting is. En dan denk ik, nou weet je, mijn mascara is bijna op, we gaan daarvoor. Maar over het algemeen, L'Oreal of Maybelline. En ook altijd in de aanbiedingen. Het zijn altijd 1+1 gratis en zo. Dus ik zou het nooit voor de volle pomp betalen. Tipje, gratis tipje erbij. En dan deze. Dit is weer wat anders. Dit heb je me nog nooit, denk ik, voorbij zien komen in een opgemaakt video. Want dit is echt... Sinds de lockdown doe ik mijn eigen wenkbrauwen. En dit is de Refecto Seal. En dit is de nummer 3, Natural Brown. Also for beards, staat erop. Mocht je een baard hebben, kan je hem ook schilderen.
Ik zou echt niet weten hoeveel pakjes je dan nodig hebt. Maar hier heb ik dus eigenlijk vanaf het begin van de lockdown tot nu mee gedaan. En ik verf mijn wenkbrauwen elke 6 à 8 weken ongeveer, denk ik. Soms wat vaker, soms wat minder vaak. Ja, ik heb van mezelf gewoon zeg maar deze kleur wenkbrauwen. En ja, dat gaan we even een effectje laten zien. Maar dat haalt niet echt op. Bij mij in ieder geval niet. Dus dat is zeg maar heel licht. Nou oké, ze zijn iets donkerder dan dit. Maar ja, ik hou van donkere wenkbrauwen. Dat, ja, ik vind het echt zoveel doen voor je gezichtsuitdrukking. Dit gebruik je samen met nou ja, een vloeistof of een crème. Ik gebruik dan de crème. En daar moet je dan mee mengen. En dan, ja, ik weet niet hoe dat in de wenkbrauwverfwereld heet. Maar dan gaat het werk zeg maar. Dan smeer je het op, laat je intrekken en... Nou, binnen 8 minuten zie je eruit als nieuw. En ik, ja, ik vind het fantastisch. Ik heb heel lang... Ja, je hebt bij kruis heb je ook wel wenkbrauwverf. Dat heb ik nooit aangegeven. Ik heb wel eens mijn wimpers ermee geverfd. Maar ja, dat effect zat zo minimaal bij mij. Maar dit, ik heb heel lang mijn wenkbrauw wel laten verven. En toevallig heb ik toen gezien dat ze dit gebruikt. Dus toen dacht ik, ik ga het eens even testen. Ik heb ook lichtbruin, maar dat is niet oké. Maar dat slaat gewoon rood uit, dus donkerbruin. En dat laat ik in 8 minuten intrekken. Ik heb er trouwens een hele video over, mocht je het interessant vinden. Die zal ik eventjes linken. Bovenin. Ja, ik vind het echt een uitkomst. Het enige wat ik heel erg mis nog aan de schoonheidsspecialist is weer open. Ik ga wel bijvoorbeeld voor bindweefsel daar nu weer heen. Maar mijn wenkbrauw, ja, ik kan het gewoon zelf. Waarom zou ik dat dan nog laten doen daar? Het kost natuurlijk altijd tijd en het kost geld. Ik bedoel, volgens mij is letterlijk 1 behandeling duurder dan dit hele gebeuren. Je moet zeg maar zo'n tubertje kopen. Nou, van het vloeistof of die crème zeg maar. Een pot vaseline heb je meestal wel staan. Want ik doe dan vaseline zeg maar om de randen heen. Zeg maar met knoeis. Een kwastje en een mengbakje. Nou, het is echt... Wat ik zeg. Daarvoor hoef je... Voor de prijs zou ik het altijd zelf doen. Alleen het enige wat ik lastig vind zelf... Is epileren. En dat mis ik wel echt. Dus ja, misschien dat ik dat op een gegeven moment gewoon weer... Is dat ik het af en toe gewoon even helemaal door de schoonheidsspecialist zou doen. Met verf en epileren en alles. En dan de rest van de tijd zelf. Nou, dat zou ik nog kunnen doen. Maar ik ben wel heel blij dat ik het tegenwoordig zelf kan doen. En ook omdat je... Ja, je hoeft niet meer op een juist moment te wachten. Ik kan dit gewoon s'avonds als de kids in bed liggen. Kan ik dit gewoon doen. Je hebt ook verder geen goed licht of zo bij nodig. Ik bedoel, het is gewoon... Ja, verf en klaar. Dus ja, dit is echt de uitkomst voor mij. Dit is echt de topuitvinding van de lockdown. En dat was het. Dat zijn allemaal, nou ja, opgewerkte producten van de afgelopen tijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie, nou ja, misschien wel wat leuke tips hebben gekregen. Laat ook vooral weten wat voor favorieten jij hebt opgemaakt de afgelopen tijd. En vergeet je vooral niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. Dat zou ik fantastisch vinden. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ja, ik zie jullie hopelijk heel snel weer. Doeg!